Hallo Willen en ik vind het fijn dat je kijkt naar deze video. Want over deze video ga ik praten over onzekerheden. Ik heb best wel wat onzekerheden. En daar gaat het ook over met het paardrijden. Ik lig hier onder een dekentje samen met Alice. Dat vind ik altijd gezellig om te doen. En we hebben al een paar posts geplaatst en daaronder gaan we de reacties. Sommige ga ik beantwoorden. Of sommigen zeggen ook, geef een tip. En dan ga ik mijn best doen om daarop iets te zeggen. Dus ja, dat ga ik dan doen. Ik voel me onzeker over paardrijden af en toe. Want ik kijk dan naar anderen en ik ga mezelf vergelijken met anderen. En dat vind ik erg lastig ook. Want anderen kunnen beter rijden dan ik. En dan vind ik dat weer lastig. Daar voel ik me het meest onzeker over. Ik voel me ook vaak onzeker over wat andere mensen van mij denken. Want ik wil eigenlijk altijd in iedereens hoofd halleluja zijn. Van dat iedereen me leuk, lief en aardig vindt. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. En dan vind ik het heel jammer of echt niet fijn als mensen mij dan een soort van niet aardig vinden. Of als andere mensen dingen over mij denken dat niet waar is. Dat vind ik erg lastig. Een voorbeeld, want ik ben dan bang dat mensen op mij gaan denken. Bijvoorbeeld dat ik mijn paarden sla of zo. Want dat heb ik ook een keer gehoord. Wat natuurlijk niet zo is. Of dat ik ze pijn doe. En dat vind ik gewoon niet fijn om te horen. En dan wat te horen is gewoon, nee. Echt niet fijn. Emma vraagt, wat doe jij als je onzeker voelt? Ik heb een tijdje voor me gehouden en ik heb nu laatst tegen mijn moeder gezegd. Dat ik weet dat ik alles bij mijn moeder kwijt kan. En dan praat ik met haar daar een beetje over, waardoor ik me weer beter voel. Dus ik ga naar mijn moeder, of voor jullie zou dan een tip kunnen zijn, of voor Emma. Ga naar iemand die je kan vertrouwen en die je lief, leuk en aardig vindt. Waar je ook van weet van hier, als ik hiermee ruzie krijg, gaat die ook niet zeggen van ze voelt zich hier en of hij voelt zich hier en daar onzeker over. Alicia vraagt, trek jij je net zoals mij zoveel van andere mensen aan? Ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou eruit ziet, maar zoals ik hoor trek jij heel veel aan van andere mensen. En dat heb ik ook. Bijvoorbeeld op de manege ga ik me nog steeds vergelijken en dan hoor ik wat mensen zeggen. En als ik mijn naam in één keer hoor, denk ik van waar zullen ze het over hebben? Zou het goed zijn? Zou het niet goed zijn? Oh, mensen kijken naar me. Wat zouden ze van me vinden? Dat is ook gewoon lastig. Bo de Groot vraagt, voel jij je beroemd? Nou, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Enzo Knol of Stuk TV, die zijn echt beroemd. Maar ik ben het toch ook wel een beetje. Alleen dan een stuk kleiner. Waardoor ik me dat voel is omdat er vaak mensen naar me toe komen en dan vragen van mag ik met je op de foto of mag ik een handtekening. Waardoor je het toch weer een beetje voelt van ja, ik ben echt bekend. Dus ik vind beroemd niet het goede woord ervoor. Dat is meer echt de Enzo Knol en Stuk TV. Maar ik voel me bekend. Laten we het daarop houden. Kylie vraagt, welke haatcomment heeft je het meest geraakt? Nou, ik was 5. Of nou, iets richting 5, 7. Ik had op mijn iPad, had mijn moeder de reacties nog aan laten staan van prinseshaartjes. En toen stond er bij eentje bij van, heeft Tessa kanker? Ik wist niet goed wat dat betekende, maar ik wist wel dat mijn oma het had gehad. Waardoor ik me erg verdrietig over voelde. Toen heeft mijn moeder ook nog tegen me gezegd, zullen we daar een video van maken? Ik heb daar zelf nee tegen gezegd. Dat ik dat niet zo fijn vind. Nou, vond. En het heeft me gewoon erg geraakt omdat mijn oma dat had. Chloe geeft me een tip. Ze voelt zichzelf ook onzeker. En daarvoor
krijgen ze hulp. En dat was ook een tip voor mij. Dat lijkt me wel handig. Maar ik weet dat ik bij mijn moeder terecht kan. En daar heb ik al genoeg aan. Isa vraagt, hoe ga je om met haatreacties? Zelf lees ik de comments niet. Alleen als mijn moeder zegt, kijk, een hele leuke comment, dan kijk ik. Maar de haatcomments, die blokkeert mijn moeder sowieso. En ik wil er ook gewoon niet naar kijken en er ook geen aandacht aan besteden. Want degene die haatcomments stuurt, die wil juist aandacht. Dus dan wil ik er juist niet naar gaan kijken. Jona zegt van, ik voel me ook onzeker. Iedereen is perfect en dan krijg je mij. Nou, Jona, dat gevoel heb ik ook. Ik vind het echt, als ik dan kijk naar meisjes bij mij uit de klas, meisjes bij mij op de manege, dan denk ik van, hun hebben het allemaal zo goed. En hun doen het ook allemaal zo goed. En dan kom ik aan van, zo zie ik eruit en dit heb ik. En dat is dan wel van, ik zou het ook wel eens anders willen hebben. Van, ik wil ook zo perfect zijn, maar niemands leven is perfect. Want bijvoorbeeld van de perfecte mensen, daar kan je dingen echt niet van verwachten wat wel zo is. Waardoor het wel makkelijker voor mij maakt om toch tegen mezelf te zeggen, niemand is perfect. Ook al lijkt het zo. Sumaya die zegt van, ik heb geen eigen pony en daar voel ik me onzeker over. En dan andere mensen die wel een pony of paard hebben, die staan eigenlijk hoger in hun waarde, om het zo te zeggen. Ik had de leeftijd van 7 tot en met ongeveer 7,5 of 8. En toen kreeg ik al een paard. En op dat moment had ik zulke gevoelens nog niet. Ik was gewoon helemaal een happy camper en blij met mijn leven. En nu begint het puberbrein me over te nemen, waardoor waardoor ik me onzeker ga voelen. Dus ik had het op dat moment nog niet kunnen voelen, want ik heb denk ik nog niet eens een jaar. Ik ben denk ik in februari begonnen. En dan het jaar daarna of dat jaar zelf heb ik nog een paard gekregen. Dus dat. Dus ik had toen die gevoelens nog niet. Dus ik kan daar niet echt iets over zeggen. Nienke en Maartje van Saressa vragen van, naar wie ga je toe als je onzeker voelt? Ik ga dan naar mijn moeder toe. Ga ik met haar erover praten. Fiebe vraagt van, heb jij angst voor springen? Of had jij angst voor springen? Ik zei ze van, ik wel. Want ik zat op een pony die heel vaak weigerde, waardoor ik het spannend vond. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik ben zelf een keer samen met een pony gevallen met springen. Toen is die pony met zijn benen tussen de balken gekomen en zijn we samen gevallen. Waardoor ik een tijd ook echt springangst had. Alleen mijn grote voorbeeld was en is nog steeds Jeroen Dubbeldam en nu ook Bianca Schoenmakers. Dus toen bedacht ik me, oké, wil ik nou een springruiter worden? Ja of nee? Toen bedacht ik, ja, dat wil ik. Ik wil hoog gaan springen. Toen dacht ik, oké, zet je angst opzij. Ga gewoon springen. Want je vindt het superleuk. Waarom zou je het niet doen? Dus toen heb ik mezelf eroverheen gezet. Waardoor ik er nu geen angst meer voor heb. Nou, dat waren de vragen voor deze keer. Heb je zelf nog een vraag en wil je dat hier een deel 2 van komt? Laat hier dan weten in de comments. Want dan kunnen we die misschien voor de volgende keer gebruiken als jullie willen dat er een nieuwe komt. Ik vond het heel fijn dat jullie naar deze video hebben gekeken. Dus bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!